in Renswoude op de N224. Surveillanten Patrick en Jan Bart zien wachtend bij de verkeerslichten een golfje met piepende banden uit de bocht komen. Zijn we gaan? Ja. Ze volgen direct en Patrick start ook gelijk een trajectmeting. 127. Gevaarlijke oversteekplaats. 117 blijven we rijden. Er zitten 5 man in de auto. Uitrit van het restaurant. 114 nog steeds. Als Patrick de meting afsluit, komt de gemiddeld gereden snelheid uit op 104 maar gemiddeld, waar de piek wel steeds boven de 115 ligt. Uit onze aandacht. Ja. Je ziet ook hoe dicht hij op dat busje zit. Hij ziet geen klap. Daar gaat hij. Dat mag hier ook, hè, maar het is onhandig. De bestuurder rijdt niet alleen onhandig, maar ook onverstandig en gevaarlijk. Rotonde dwars over. Meting afgebroken. We hebben weer een inhaalverbod. Hij ziet nu niks meer. Wel kijken. Kijk dan, joh. Dit is een inhaalverbod. Zo, joh, kijk dan. Zo, joh. Een risico. Scheelt niks. Nu vrij. Weer inhalen. Geen meting. Deze heeft hij ook ingehaald. Einde inhaalverbod. In ieder geval inhaalverbod heeft hij alvast. Twee keer. Nou, zet hem maar vooraan. De hoogste tijd om even een hartig woordje met deze bestuurder te spreken. Ik kan me voorstellen, Patrick, verkeerspolitie, zet even je motor uit, alsjeblieft. En ik zou heel graag je rijbewijs even willen. Je hebt nog niet zo heel lang je rijbewijs, zie ik. 1,5 jaar. Ja, dus je bent nog beginnend besturen. En dan ben je ook nog eens vrachtwagenchauffeur. Hey, waarom rij je zo? Hoe? Vind je dat je normaal rijdt? In de staat, hè? Onder andere. 2 rijden bij de klomp. Piepen de bandjes. Ja, dat was niet onze bedoeling eigenlijk. Maar... Niet? Nee, het is niet mijn eigen auto. Het is mijn auto. Het is niet je eigen auto en toch ga je er dan zo mee rijden. Ja, hij sloeg steeds af. Dus, ja. Ik denk dat ik iets meer ga geven. Komt dat omdat je beginnen bestuurder bent of niet? Nou, dat heeft er niks mee te maken. Nee, nou, misschien toch wel. Een stukje ervaring is dat, hè? Borden lezen is ook niet het sterkste vak, of wel? Rotondes nemen. Maar je krijgt wel een aantal bekeuringen. Ja, dat is niet anders, hè? Je snelheid slaat nergens op. Je zit met 5 man in de auto. Je rijdt over een weg waar allemaal bomen staan, wat niet echt een veilige weg is. Je rijdt bij kruispunten waar fietsen over kunnen steken en je rijdt gewoon, nou, pak een beet 40 kilometer te hard op een gegeven moment. Daarna komen we bij de bus die daar rijdt. Tussen Renswoude en Scherpenzeel ga je een bus inhalen. Heb jij kunnen zien wat eraan kwam? Ja. Hoe kun je dat zien? Kan je door een bus heen kijken? Je zit heel dicht op die bus, je kan totaal niks zien. En als je dan goed kijkt, dan komen er gewoon auto's vanaf de andere kant. En de ruimte wordt heel knap, hè? Of vond je het niet krap? Ja, maar dat had ik wel gewoon zo ingeschat, zeg maar. Ja, jij kon precies zien hoe hard ze rijden. In het donker kan jij zien, als er een paar koplampen aankomen, hoe hard ze rijden. Maar je zit wel naast een bus van 18 meter. Je kan geen kant meer uit, hè, als het fout gaat, als die toch sneller blijkt te rijden. Als hij net als jij ook 120 rijdt op een weg waar je 80 rijdt. Wil je misschien even je mond houden als ik aan het praten ben? Oh ja, sorry. Nou, het is niet zo grappig namelijk, hoor. Nee, ik sta klopt. Oké, okay, dus hou even je mond. Ja, prima. Goed zo. Dus je kan nooit zien hoe hard hij rijdt. Dus je neemt gewoon naar een gok. Maar begreep je nou niet dan dat ik zou even je mond moest houden? Oh ja, okay. Hou even je mond als ik aan het praten ben. Dan komt die volgende auto. Ga je weer voorbij. Dus al met al, je laat echt een hele slechte rit zien. Maar je hebt wel de zorg over 4 andere mensen in je auto. Dus als ik alles bij elkaar optel, kan ik je heel veel bekeuringen geven. Je krijgt 1 keer snelheid. Dan heb je de mazzel dat we een trajectmeting hebben gedaan. Komen we op gemiddeld 20 kilometer overschrijding. Ik rijd harder. Je rijdt veel harder. Je rijdt bijna 40 harder. En je krijgt 1 keer een inhaalverbod. Maar ik hoop wel dat je na gaat denken over je gedrag. Oh ja, dat doe ik zeker wel. Daarnaast neem even een blaastest bij je af. Dat durf ik wel. Dat is heel mooi. Even een diepe teug lucht nemen. En krachtig uitblazen totdat ik stop zeg. Ga je gang. Mag even meekijken. Heb je helemaal niks gedronken? Ja, vanmiddag eentje. Oké. Passeren. Hij is in ieder geval in orde. 230 voor het inhalen. 178 voor de snelheid. Komen beide nog 9 euro administratiekosten bij. Ja, geen winst. Nee, zeker niet. Nee. Of misschien wel, want de winst is dat je hier nog gewoon normaal met mij kan praten en niet tegen een boom aan zit. Ja. Doe voorzichtig. Succes. Ik ben fijn. Nee, dat mag niet.
Het is maar net hoe je het bekijkt. Deze beginnend bestuurder en zijn inzittende komen er met dit gevaarlijke rijgedrag nog behoorlijk gunstig vanaf.